Heren, tof dat jullie kijken naar een goede video. Mijn naam is Justin. Vandaag spelen wij weer Minecraft Survival. Ik ga even eerst even slapen, want het is een beetje druk volgens mij buiten met zombies. Maar ik kan gelukkig slapen. En ja, vandaag gaan we gewoon weer verder waar we gebleven waren. We hadden een paard en een ezel gevonden. En ja, gevonden. We hadden zo, weten we dat we hadden. Maar toen heb ik een hok gemaakt, maar dit is nog lang niet af. Het is nog niet mooi. Moet toch mooi worden. Maar ik zal maar even na te denken. We gaan gewoon op avontuur, gewoon weer op avontuur. Een bed bij me, dus ik kan ondertussen slapen. We gaan nog een ezel en nog een paard halen. Want als ik dat heb, dan, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Dan kan ik, hoe kan ik dat zeggen? We kunnen ze met elkaar laten paren. Weet ik veel, bevruchten, dat ze kindjes krijgen. En als ik kindjes heb, dan krijg ik een ezel met ezel. Dan krijg ik iets heel bijzonders. Een melezel, en dat is heel cool. Dat is gewoon... Een ezel is al heel bijzonder, en melezel helemaal. En ik wil nu ook een beetje in een grot vandaag. We gaan eventjes in een grot. En we gaan deze beestjes even zo snel mogelijk ophalen. Slijm met een stuk vlees. Ik weet niet wat ik hoorde, maar ja. Maakt niet uit. Hier is al een ontploffing geweest, zo te zien. Dus... Dat vind ik helemaal niet zo erg. Hier is een grot. Een hele diepe. Is het ijzer, maar dat heb ik dus op dit moment echt niet. Niet echt nodig. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik weet wel dat ik nog een heel pakken eind moet lopen met straks met die beesten. Hier is een mooie grote cave. Daar kunnen we ook wel ingaan straks een keer. Maar ik wil eerst even die ezel en die paard hebben. En ik zie daar dat die dark oakwood bomen zijn. Dus daar kan ik ook altijd nog een keer heen gaan. Maar dat heb ik op dit moment niet echt nodig. Dan kunnen we ook straks de dinges, hoe moet je dat noemen? De varkens gaan lokken. Dus dat is ook hartstikke nice. En dan hoop ik dat die paarden meewerken. Dan vind ik het mooi. We hebben even geslapen, dus het zal wel even weer duren voordat het weer nacht is. Justin, waar je zou bedenken, wanneer komen dan die map voor een YouTuber? Die komen zo snel mogelijk aan, dat beloof ik jullie. Dus wacht maar af, ze komen er. Dus dat is, komt eraan en we springen heel mooi. Dat vind ik helemaal mooi. Dus die komen dus, daar hoef je maar niet echt zorgen over te maken. Waarom moet je vreselijk zorgen maken over iets wat misschien niet komt en een lockdown zet. Maar het komt natuurlijk wel. Waarom zal het niet kunnen komen? Waarom wel? Waarom wel? Ik bedoel, waarom niet? Ik ben net thuis. Mijn schoolgebied. En hier staat een hele mooie kip. Die geeft mij een ei. Omdat die zo aardig is. Deze kip ook. Oh, stuk vlees. Thank you. Dat vind ik wel een beetje zonder. Volgens mij moet ik hier omhoog. Hier nog een kip. Daar nog heen. En dan is erachter is het. Dat weet ik nog. Van de vorige keren. Vorige keer. Hier is ook een hele grote kip. Die kip lijkt me interessant, want ik wou een roze schaap. Oh shit. Maar nee, we gaan deze kant eens op. Het is een hele grote waterval daar. Ik dacht dat ik diamond zag, maar dat was bedrog. Maar ik heb bijna helemaal geen pijn als ik val, hè. Dat is toch geniaal. Tam, 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 tam. Hup, 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 hup. Huppadupadup. Hup. Is het nou hier of is het nou nog veel verder? Ah, ik weet niet. Oh, het is hier! Oh! Ja, veel verder was. Want kijk, dit is een ezel. Ah! Ah! Het is een jong ezeltje! Ik moet een springscreen van maken. Jongetje, kom. Wacht, kom. F5. Hup, zeg jij, printscreen. Vind ik helemaal mooi. Oké, we gaan een paard en een ezel. Maar dan moeten we nog een niet leuk paard hebben. Of een schimmend paard. Dus moeten we even kijken. We zien hier wel ezels, maar ik moet nog een paard hebben. En hier was hier wel meer paarden. Ik zie daar nog een paard. Maar er zijn ook verschillende beestjes. Het is alleen maar zo'n paard. Ik wil ook een andere kleur. Oké, misschien als ik kindjes krijg, wordt het anders. Maar ja. Nee, zo te zien zijn er niet meer verschillende soorten paarden.
Nu zoek ik er wel een uit. Ik denk dat ik al redelijke. Deze hier. Wat is dit? Oh, dat is een jonkie. Maar dat moet natuurlijk ook niet. Want ik moet eens weer heel groot worden. En dat duurt wel eens heel lang. Dus dat is ook niet zo slim. Alleen maar met witte, met zwarte stippen, joh. Gun mij ook een gewoon paard. Wel ezels, maar geen paard. Oké, we nemen... Oh wel, er is er wel één. Heb ik nou een witte? Ik weet het niet. Ik heb volgens mij wel een beetje met stippen, toch? Neem jou mee. Kom maar. Kom maar, jongetje. Goed zo. Dit is een ezel, hoor. En jou. Kom. Hé, jongetje. We gaan deze kant op, jongens. Om die wat ze wel meelopen. Want dat zou mooi zijn. Neem het uiteindelijk lekker mee. En ik hoop niet dat ze kwijtraken. Want dat zal erg lullig zijn. Maar ja, we zijn weer onderweg naar ons terug, stuppie. En ze komen mijn vriendjes tegen. Joepie. Die kleine paardjes, zo schattig. Vind ik heel lief. Niet aan de kant van de boom. Het is wel een ezel, hoop ik. Maar dan, anders ben ik wel een beetje... Ja, dat boet. Gewoon een ezel aan. Oh. Jij loopt niet mee. Jij bent ondeugend. Gewoon meelopen. Zo. Ik neem je niet mee omdat je... Ik heb je meegenomen. En dan loop je ook gewoon mee. Die slaven ergens. Ik hoor laven stromen. Maar dat heb ik allemaal niet nodig. Holy shit. Paardvlog. Vliegend paard. En als ik daar met je ren. Ja, ze lopen gewoon mee. Dat is nice. Kom maar, jongetjes. Meisjes. Ik weet helemaal nooit als wat het verschil is. We kunnen ook wel een beetje rennen, zo. Oh. Nee. Kan nog. Moet je er wel even uitkomen, jongetje. Goed zo. Let's go, let's go, let's go. Oh, oh. Ze gaan gewoon met me mee. Ik wist niet dat het zo snel ging. De vorige keer deed ik het heel rustig over. Maar dat kan natuurlijk ook snel zo te zien. Ik heb depstrijden op mijn... Hoe je het ook wil noemen. Mag ook in het Nederlands. Het is ook heel apart gras. Vind ik echt... Ik weet niet hoe wel waarom het zo donker gras is. Maar ja, ik vind het niet geen ramp, hoor. Kom. Kom maar, paard. Ezel. Kom. Goed zo. Naar hier lang. Zo. Kiek. Zo moet het. Niet door het water. Kom hier maar heen. Volgens mij heb ik al met stippels, maar dat is geen ramp hoor. Dat vind ik helemaal niet zo erg. Een paard en die ezels laten wist even lekker met elkaar kennis maken. Want het is wel erg apart zijn als ik in één keer jij gaat met hem, jij met hem. Oké, het is geen, je kan geen keuze, maar je moet elkaar wel eerst kennen voordat je het gaat doen. Zo heb ik het ook geleerd. Dus dan moet hun het ook vinden. Lekker lopen met deze mooie paardjes, dat is nice. Kom maar, jongetjes. Ezeltjes lopen mee. Allemaal biggetjes. Ik heb nog steeds geen biggen. Lekker eten, als jullie het niet erg vinden. En dan gaan we weer. Ups, oké. Nog een klein stukje lopen. Dat is ook een logisch, Justin. Waar zijn ze? Jij. Zo snel kan je nou ook niet rennen dus. Oké, nou, ik vind het niet erg. We gaan wel ietsje langzamer. Ik vind het geen ramp. Maar we zijn bijna aan de overkant. Want dit is de rivier volgens mij erachter. Waar ons huis is. Ons mooie huis. Ja, ik zie het al in de verte. Je mag de paarden ook zien. Ik denk het niet. Oh, hier naar beneden.
Nou, we gaan hier wel langs. Kom maar. Jullie gaan lekker bij die andere in het hok. Dat vind ik wel mooi. Volgens mij, ik denk dat ze zelf ook kunnen, je weet wel, dingen doen. Dat weet ik niet. Oh. Ook zo slim, hè? Je gaat gewoon mee. Ik heb niks voor niks jou meegejat. Jullie kunnen wel een stukje met me mee rennen. Jullie zijn snel, dus dan ben ik snel. Dan zijn jullie ook snel. Goed, het wordt bijna donker, jongens. Slop schieten. Anders zijn wij te laat. Kom maar. Kom, jongens. Nee, wij gaan stommen weg. Ik weet het. Oh, ik dacht dat jullie dood waren, jongens. Schok me dood, joh. Maar gelukkig kunnen jullie wel een steen stootje. Dus dat vind ik niet zo erg. Moet hier langs. Hier is ruimte. Kom maar. Wel meelopen. Oh, dat is weer die stomme stuk hier. Ja, goed zo. Je mag niet eten. Je mag straks eten. En nu vind ik dat toch geen goed idee. Maar zo moet er nog een eind. Nou, niet heel erg ver. Maar ja, gewoon een stukje. Dus, dat is geen ramp. Ik hoor hier een spin. Maar ik denk bij die... Ik denk... Mooi, ik kan maar die spin schelen. We gaan even lekker door het water, jongens. Kijk, kunnen we hier wel even oversteken. Jullie houden niet echt van water. Ik weet het. Maar als het niet anders kan, hè, dan moet het gewoon. Soms. Ik dacht dat het veel en veel langzamer ging. Kom de volgende keer ook. Als ik zoiets doe, veel sneller lopen. Ik giet deze gewoon even neer voor de zekerheid. Kijk, die paardjes die denken ook zo. Wat de fuck doe jij? Dood. Ik heb zelfs nu een aardappelpan. Goudstaf. Hij heeft helemaal gegeven. Geen net zo aardschout. IJzerstaf. Het is een ijzerstaf, dacht al. Holy shit, fuck me dood, man. Echt. Je liet me schrikken. Waar is jouw stokje? Ja, hier is zo'n stokje. Neem ik jou op. Kom. Zet hier een blok neer. En dan zo overheen. Joepie! Dames en heren, we hebben ze gewoon. Oh. Dankjewel. We hebben het gelukt. Dat ben ik blij mee. We gaan deze spin hier mooi killen. Dankjewel. Dat was wel erg makkelijk. Jou van achteren. Dan. Vooral zijn. Oh, ik heb een powerbog. Ik wil jouw powerbog dan. Krachtbog. Ik vind het mooi. Zit jij maar nou zomaar voor die deur even te breken? Jongen. Heb ik nog niet al gevraagd dat je dat mocht? Hey. Jouw boog heeft geen ene ruk zin, man. Thank you. Er zijn nog veel meer jongens, maar nu laten we even voordat ze ons echt eenmaal kapot maken. Volgens mij hebben ze al een beetje naar hun zin, dus dat vind ik niet zo erg. We hebben hier nog eieren in zitten, hier nog wat vlees, maar volgens mij... Oh. Nou oké, we gaan even slapen. Ik vind het niet erg dat we even mooi kunnen slapen. Dat is juist nice. We gaan al onze rommel slash spul even in deze kist stoppen. Eentje crafting table hebben we nodig. Al dit spul.
pil kan hier weer in. Vissen, rauwe vissen heb ik. Donkere hekjes. Donkere hekjes kunnen hier weer in. Stokjes. Een grasblok. Echt. Nutteloze informatie. Oké, de rest hebben we niet echt. Die hoeft niet per se. Dan hebben we hier nog. Nou, dat kan hier weer in. Het grootste. Hier weer in. Vis kan hier ook bij in. Om deze pompoenen. Hier bij in. We hebben nog een wortel. En we laten ze niet direct met elkaar, je weet wel, doen. Dus dat doen we voor een andere keer. We hebben hier nog aarde. Dat kan hier bij in. Dat is nice. Ja. Eerst ook hier bij in. We hebben het zeldzaam. Wij gaan nu. Zouden ze gewoon. Nee, we laten ze nog heel even. Het is wel twee dezelfde. Ik vind het niet heel erg. Ik dacht dat ik verschillende had. Maar nu kennen ze elkaar een beetje. Dus dat is mooi. Maar jongens, allemaal bedankt voor het kijken. Het is misschien een korte video. Maar ik vond het gewoon leuk om nog even een video te maken voor jullie. En we hebben de paarden en de ezel met zijn vriendjes laten kennismaken. Volgende keer wordt het natuurlijk een langere video. Dan gaan we lekker minen in een cave. Gewoon een grote cave gaan bezoeken. En dan maken we het hok verder af, dan komt er nog hooi, komt er nog water in. En volgens mij hebben ze het naar hun zin. Maar jongens, allen bedankt voor het kijken. En ik sta hier alleen met een aardegrondblokje in mijn hand. Allemaal bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later. Hoi.